Als je nou kijkt naar dit beeld, waar past die beter? Voor de Witte Dame of hier op de markt? Van mij mogen er twee komen. Of de Witte Dame misschien ook wel mooi. Zou hij hier moeten blijven staan, Frits Philips? Ik vind het wel leuk, ja. Ja. Ik vind dat hij toch wel hier beter staat dan daar. En wat willen ze daarmee? Ze willen hem hier zetten voor de lichttoren. Philips? Ja. Het beeld, hè? Nou, het maakt mij eigenlijk helemaal niks uit waar die goeie man staat. Eigenlijk maakt het mij helemaal niet uit. Frits Philips is natuurlijk Philips. En dat zou ook een prachtige plek kunnen zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat de Eindhovense bevolking daarvan mee gaat geven. En ik ben ook heel benieuwd wat de gemeente daarmee gaat doen dan. En vindt u hem zelf goed staan of vindt u toch de lichttoren ook leuker? Ik zou persoonlijk de lichttoren ook een prachtige plek vinden. Ik denk dat dat wel een hele bijzondere plaats is om een standbeeld van Frits Philips. Staat nu natuurlijk ongelooflijk mooi op de markt, het middelpunt van Eindhoven. Maar ook bij de lichttoren, dat zou natuurlijk misschien nog een mooiere plaats zijn. Alhoewel, ik denk voor op de markt dat er nog meer mensen kijken. Dus het is maar een overweging, ja, waar wil je het liefste? Hij staat hier bij het plekje waar hij thuis hoort. En op de markt staat hij erg vaak in de vergetelheid, in de schaduw, bij festiviteiten. Helemaal mee eens. Hij mag terugkomen op de plaats waar hij thuis hoort. Alleen dan, ik zeg wel, met die gekke reclame zo er weg, want dat is geen gezicht. Op zich hoeft er niks te staan op de markt. De markt is kleurrijk genoeg met al zijn terrassen. Zet er maar de Eindhovense vlag neer, is ook goed. Zou u hem hier missen? Ik denk het wel. En, veel mensen, want hij wordt zeer regelmatig gefotografeerd. Want ik ben hier altijd. Er komen heel veel mensen op af.